Oh ja, nu is er een rood dingetje links. Oh jee. Oké. Be sure to let everyone know they are being recorded. Dus voor de duidelijkheid, die worden nu opgenomen. Oké. Dus wat mij betreft is het belangrijkste nut van pre-registratie driedelig, denk ik. Misschien had ik toch slides moeten maken. Het eerste is dat je van tevoren een uitgebreidere planning maakt van wat je precies gaat doen dan je anders doet. Dus we hebben nu net een pre-registratieformulier gemaakt voor systematische reviews. En daar zitten, dat hebben we dus met een groep mensen gedaan die allemaal andere type reviews doen. En we hebben uiteindelijk volgens mij 65 items daarop staan. Daar zitten best wel veel dingen bij waar je misschien niet altijd aan denkt als je een systematische review plant. Bijvoorbeeld de vraag of je de analisten moet blinderen of niet. Dat is natuurlijk in sommige gevallen super belangrijk als er echt best wel een grote risk of bias is. In sommige gevallen minder belangrijk, maar het is in principe wel iets waar je een weloverwogen afweging van wil maken. In zo'n pre-registratie, die dwingt je dus om die afweging te maken en die stelt je in de gelegenheid om je besluit en de onderbouwing daarvoor te documenteren. Dus dat is handig. Voor jezelf is dat dus nuttig, want je onderzoek wordt er gewoon wat beter door. Omdat je dat ding dan publiek vastlegt, is het ook heel handig achteraf. Want stel dat jij met zo'n review bezig bent, dan kunnen mensen vinden dat je ermee bezig bent, want je post dat ding van tevoren. Dat geldt ook voor empirisch onderzoek voor andere dingen. Als het je niet lukt om het manuscript te publiceren en je geeft op, andere mensen doen een systematische review, dan kunnen ze vinden dat je die studie hebt gedaan. Dus dan kunnen ze contact met je opnemen om te kijken wat er alsnog uitkwam. Dus het vermindert publication bias een beetje. Oké, er waren vier punten. Als je naar dus sinds een jaar of 10 weten we dat de manier waarop in de psychologie de conventies zijn rondom onderzoek, niet helemaal helpen met het ontdekken van hoe de wereld in elkaar zit. Omdat er allerlei incentives zijn om zogenaamde questionable research practices toe te passen. Dus journals publiceren bijvoorbeeld vooral significante uitkomsten, waardoor onderzoekers proberen om te zorgen dat ze significante uitkomsten hebben en zo. Er zijn allemaal manieren om dat te doen. Eén daarvan is dat je gaat onderzoeken en dan alleen die rapporteert waar je een significant effect hebt. Andere zijn dat je subgroepen gaat analyseren of dat je moderatoren opneemt, et cetera. Door als je genoeg doet, dan vind je altijd wel iets. Door in een pre-registratie van tevoren vast te leggen wat je plan eigenlijk is, kunnen andere mensen zien als je daarvan afwijkt. Afwijkingen zijn natuurlijk niet slecht, want er zijn heel vaak hele goede redenen om af te wijken. En die kun je dan gewoon uitleggen, dus dat is geen probleem. Maar mensen die gewoon willen afwijken omdat ze tot hun ontzetting zien dat hun pet theory niet wordt bevestigd, of dat ze een studie deden niet om te kijken of een bepaalde therapievorm werkte, maar om evidentie te verzamelen dat een bepaalde therapievorm werkte, dan is het natuurlijk veel moeilijker als je hebt gepre-registreerd om vals te spelen en toch iets te verkopen alsof het werkte. Wat natuurlijk een voordeel is. Dus dat is ook een voordeel van pre-registratie. Je wordt gewoon gedwongen om je integer op te stellen. En de laatste is dat het metawetenschappelijk super nuttig is. Dus metawetenschap, psychologie een beetje opkomt, ook weer sinds een jaar of 10. Sinds we zien dat de manier waarop mensen wetenschap bedrijven in de psychologie vaak gewoon niet helemaal goed gaat. En metawetenschap bestudeert dat. Dus het is die bestudeert de manier waarop mensen onderzoek doen. Als je zo'n pre-registratie vastzet van tevoren en je rapporteert erna je onderzoek en je ziet die verschillen, die afwijkingen, dan kun je natuurlijk, als je dat van een aantal studies doet, kun je kijken van, hey, we zien dat mensen vaak hun plannen bijstellen op dit gebied of op dat gebied. Dus mensen doen bijvoorbeeld heel vaak alsnog subgroepanalyses, ook al zijn ze niet van plan om die uit te voeren. Dat soort dingen. Dus dat zijn een beetje de nutten van pre-registraties. Pre-registraties zijn eigenlijk een type van registraties. Zou iemand, misschien zelfs iedereen, hun microfoon kunnen muten? Want ik hoor mezelf en dat zal je misschien niet zeggen, maar dat vind ik niet chill. Dus registraties zijn iets breder. Die zijn gewoon dat je dingen vastlegt. Dus mijn workflow als ik een project doe, en mensen die met mij samenwerken zullen dat wel een beetje herkennen, want ik dwing die meestal om dezelfde workflow te gebruiken, is dat het start met het aanmaken van een Git repository. Dat is een handig versiebeheersysteem. En dat synchroniseer ik dan met het Open Science Framework. Dat Open Science Framework is een beetje de de facto standaard voor datasets en metadata opslaan, zodat andere mensen het kunnen vinden. Omdat het gesynchroniseerd wordt met
dat met dat Git repository, met GitLab, hoef ik verder zelf geen moeite te doen om mijn data online te zetten, want die synchroniseert gewoon automatisch. Het nadeel daarvan is dat als ik iets aanpas in GitLab, dat natuurlijk ook aanpast in het Open Science Framework. Door zo'n registratie te plaatsen, zelfs als dat halverwege het project is of op het einde, bevriest die alles in dat repository zoals het op dat moment is. Dus op dat moment kun je een soort, op die manier kun je een soort van snapshots maken van waar jouw project op dat moment staat. Wat het dus later makkelijker maakt om, dat, ja, om terug te kijken wat er precies gebeurt. Dus pre-registraties zijn een subtype van registraties. Registraties bevriezen van alles op een bepaald moment. En pre-registraties zijn zo'n registratie van tevoren. Vandaar de prefix pre. Ja, dus dat is eigenlijk het idee een beetje. En er zijn dan specifieke formulieren. Het simpelste formulier op het Open Science Framework is een zogenaamde open-ended preregistratie. Dat is gewoon één tekstveld en daar kun je bestanden aan vastplakken en dat is het. Maar je hebt ook het Open Science Framework preregistratieformulier en dat is een heel generiek general purpose formulier voor allerlei studies waar bijvoorbeeld standaardvelden zijn zoals uitkomstvariabelen, transformaties die je van plan bent om toe te passen, beslissingscriteria wanneer je vindt dat je het recht hebt om bepaalde conclusies te trekken. Dat soort dingen. Dus dat is een beetje het soort overzicht. Piet, heb ik nou toevallig al je vragen al beantwoord of waren er nog andere vragen? Ja. Nee, zeker niet. Want ik heb eigenlijk nog steeds niet heel erg een idee bij het... BMC, British Medical Journal, British Medical Journal, BMJ. Hoe ziet het er in de praktijk uit? Want dan kun je bijvoorbeeld daar een pre-registratie indienen. Maar dat is al... volgens mij lopen er een aantal dingen door elkaar in mijn hoofd. Ja, dat is wat jij bedoelt, is een zogenaamd registered report. Een registered report is een soort van variant op een pre-registratie. Eigenlijk schrijf je gewoon je inleiding in je methodesectie. En die stuur je naar een journal. Die review dat dan. Vaak met een snellere procedure dan gebruikelijk. En meestal, bijna altijd, als een journal registered reports aanbiedt, heb je dan een in-principle acceptance als het wordt geaccepteerd. Dat moet ik hebben. Ja. En het mooie is dus, wat er ook uitkomt, dan dwingt het journal zichzelf, zeg maar, om... ook resultaten discussie te gaan publiceren als je die eenmaal hebt. Het nadeel van die registered reports is dat je dus wat meer tijd moet nemen. Want iedereen moet er nog naar kijken, die reviewers. En het kan dus zijn dat je meer dan één ronde nodig hebt. Het voordeel is dat het gewoon constructief is, in tegenstelling tot achteraf peer review. Want achteraf peer reviewer kunnen ze wel zeggen van ja, dat heb je verkeerd gedaan. Maar dan heb je je data verzameld en als je het vooraf zegt, dan vindt iedereen tenminste al dat het een goed plan is. Nou ja, in ieder geval mijn focus ligt daarop, omdat ik dan ook al, dat is voor mij in ieder geval een voordeel, dan kan ik gewoon al gaan schrijven aan dingen die ik van plan ben. En ja, omdat ik toch wel af kan wijken altijd, dan dwingt dit me om zo min mogelijk af te wijken of daar van tevoren al heel duidelijk over na te denken. Dus mijn vragen gaan... vooral daarover. En wat jij zegt, dat betekent dan eigenlijk dat een pre-registratie en een registratie, dat eigenlijk voorstadia zouden kunnen zijn van zo'n registered report. Ja, kijk, het zal per journal verschillen hoe gedetailleerd ze willen dat zo'n registered report is. Dus als je een systematische review wil doen en je zou daar een registered report over willen schrijven, dan kan ik me voorstellen dat veel journals genoegen zouden nemen met specificatie van minder dingen dan in dat pre-registratieformulier staan die we nu hebben gemaakt, want die is heel erg uitgebreid. Dus daar zit natuurlijk allemaal variatie in. En in principe, als het je vooral om dat journal en de in-principle acceptance gaat, kun je wat het nog vraagt. Want die hebben daar allemaal over nagedacht en die vinden dat genoeg. Als het je vooral gaat om het optimaliseren van planning en het zo uitgebreid mogelijk doen, dan kun je even kijken wat voor formulieren er bestaan. Dat zijn er op dit moment nog niet zo heel veel, dus dat is makkelijk. En dan kun je gewoon de best of all worlds nemen. Betekent het ook dat je je data in principe deelt? Ja, dat betekent wetenschappelijk onderzoek doen in principe zo in toenemende mate. De EU heeft nu een
die zijn nu aan het nadenken over hun Horizon-richtlijnen voor die subsidiedingen. En ik volg iemand op Twitter die daarmee bezig is. Die zei er ook van, de focus verloopt, die switch nu van open data naar data management. Open data had heel lang een onduidelijke status. Data management heeft dat absoluut niet. Dat is gewoon niet langer optioneel. Dat moet je gewoon altijd doen als je data verzamelt. En daarbij is de richtlijn dan zo open als mogelijk, zo gesloten als noodzakelijk. En dat betekent dus dat je altijd, als je iets niet publiceert, niet openbaar maakt, moet je daar een rechtvaardiging bij geven die goed genoeg moet zijn, waarom je dat dan niet doet. Bijvoorbeeld omdat het persoonsgegevens zijn. Of ja, ik kan niet zo heel veel andere goede redenen, maar goed, zijn misschien. Je kunt bijvoorbeeld dat je geen toestemming hebt gevraagd om de data, ook al zijn die geanonimiseerd, dat je geen toestemming hebt gevraagd om die openbaar te maken aan de respondenten. Nou, data zijn niet van respondenten. Hangt een beetje vanaf wat voor data het zijn. Als je kwalitatief onderzoek doet, dan kunnen hun data onder het intellectueel eigendomsrecht vallen. Dus dan hebben ze een copyright op hun data, want ze hebben die, weet je, het zijn hun woorden. Ze hebben gewoon een creatief werk geproduceerd. Dus dat is wat complexer. Maar als je kwantitatief onderzoek doet, die data die eruit komen, als die niet over een individu gaan, dan zijn het feiten. En feiten zijn gedefinieerd als public domain. Die kun je niet copyrighten. Oké, maar de data die ik al verzameld had, daar is een bepaalde persoon, een functionaris, privacygegevens of zoiets bij betrokken. Ja. En die zegt van, ja, je mag deze data zeker niet openbaar maken, bladibla. Dus ook al is die volledig geanonimiseerd, dus dan hang je op die manier. Dus dat is dan, ja. Nou, als het feiten zijn, dan kan hij niet zeggen, of zij. Dus we hebben bij de OU een functionaris gegevensbescherming? Dat is, nee, het is niet bij de OU, dat is bij PsyNet, een psycholoog in Nederland. Oké. Ja, kijk, je hebt dus bij data heb je die twee uitgangspunten die ik net benoemde. Dus data kunnen of een eigendom zijn van een persoon als het persoonsgegevens zijn, of als het geen persoonsgegevens zijn, dan zijn het feiten, dan zijn ze niemands eigendom. Daarnaast kan er copyright rusten op iets, op een creatief werk wat iemand heeft geproduceerd. Maar je hebt ook nog een database recht. Dat betekent dat als je een bepaalde configuratie van data hebt verzameld en je hebt daar moeite voor gedaan, dan rust daar wel weer vanwege die moeite die je erop gedaan hebt, heb je daar een soort eigendomsrecht op. Als jij bij een organisatie data hebt verzameld, dan kan ik me voorstellen dat zij zich beroepen op dat database recht. Dus als universiteit, als wetenschapper, zeg maar, denk ik dat je dus van tevoren, omdat wij, dus we hebben de gedragscode wetenschappelijke integriteit en een van de principes daarin is transparantie, dus het idee is dat wij moeten transparant werken. Als universiteit hebben wij dus ook de verantwoordelijkheid om ons onderzoek wat wij doen zo te doen dat transparant kan zijn, dus dan moet je aan de voorkant regelen. Maar dat leren we allemaal nu pas natuurlijk, dus dat zal heel vaak niet gebeurd zijn. Dus in zo'n situatie kan ik me voorstellen dat een bedrijf dat kan vetoen. Precies. Ja, nou, dat is heel goed om nu, dat was helemaal niet in mijn plan, maar het is heel goed om over na te denken, want ik ga nu in die situatie weer opnieuw onderzoek doen. Dus dan is het wel handig om even een gesprekje te hebben met die functionaris, van wie de data nou eigenlijk is. Ja, van hun, maar ja, wetenschappelijk onderzoek, dan willen we het. Als jij data verzamelt daar, met onze Lyme, op onze Lyme Survey installatie, dan kunnen zij zich niet beroepen op dat database recht. Als zij jouw data geven, wel natuurlijk. Ja, nee, ze doen dat met hun eigen systeem. En ja, volgens mij betekent dat de data vooralsnog van hen is. Ja, dat wisselt een beetje. Ik vind zelf, mocht dat niet al duidelijk zijn, dat wij een vrij vergaande verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat die data meegepubliceerd kan worden. Ja. Want anders is het gewoon niet wetenschappelijk. Maar dat kan heel veel tijd en moeite gaan kosten. Plus, we willen misschien de goede relatie met dat bedrijf behouden. Dus misschien willen we dat allemaal helemaal niet opstarten. Dus, bedoel, je zou het kunnen vertellen en je zou kunnen kijken hoe ver je met, weet je, een beetje bluffen komt. Van, we hebben gedragscode wetenschappelijke integriteit. Wij moeten in principe transparant werken. Het is toch echt wel een probleem als we die data niet kunnen delen. Misschien dat ze dan. Ja. Bovendien? Bovendien is die volledig geanonimiseerd, de data. En kan het niet herleid worden tot personen. Dus, maar goed. Ja, dus je kunt het in elk geval proberen. Ik bedoel, heel veel organisaties
dat is ook een shift waar de Open Universiteit en andere universiteiten door moeten gaan. Die vinden in principe dat alles van hun is en dat ze vooral niks moeten delen. En dat geldt voor data en andere dingen. Dat is meer een soort basishouding. Dus het kan ook best zijn dat ze dat gewoon standaard zeggen tegen iedereen die vraagt of iets gedeeld mag worden. Maar dat als je het gesprek aangaat, dat ze redelijk makkelijk te overtuigen zijn. Ja, dat ga ik doen. Maar het zijn psychologen die nogal op privacy gesteld zijn. Goed, ja. Andere vragen die ik had, nou ja, die heb je nu wel gedeeltelijk beantwoord. Inderdaad, met zo'n registered report, dan heb je meer kans op publicatie. Weet je of iedere journal zo'n mogelijkheid biedt? Ja, ik weet dat. En nee, niet iedere journal doet dat. Maar, sorry? Veel? Ja, relatief niet, zeg maar. Zo weinig dat Chris Chambers, die heeft ergens een lijst van journals die dat doen. Ik zal even kijken of ik die snel kan vinden. Dus het is zo weinig dat hij een lijst bij kan houden. Maar dat betekent dat je bijvoorbeeld in mijn geval Archives of Sexual Behavior aan kunt schrijven en zeggen van hey, moeten jullie dit niet doen en ik zou dat graag voor jullie willen doen. Ja, dat kun je doen. Daar zijn volgens mij zelfs al templates voor om journals aan te schrijven en te zeggen moet je niet ook registered reports accepteren. Oké, ik heb hier een link, die zal ik even in de chat gooien. Waar volgens mij ook naar die lijst gelinkt wordt. Ja, oké. En ja, je krijgt dan ook feedback op zo'n report. Dus dat betekent, maar dat betekent ook dat je het kunt wijzigen. Dat moet dan zelfs misschien. Ja. Ja, dus eigenlijk is het bijna hetzelfde als een publicatie. Maar op een gegeven moment ligt het vast. En dan zeg maar op het moment dat je de data verzameld hebt, dan kun je daar geen... Nou ja, dan kun je daar nog steeds wijzigingen in aanbrengen, maar dan moeten ze met heel goede redenen gedaan worden. Ja, eigenlijk dus hetzelfde als altijd, maar dan met een stok achter de deur. Nu kom je ermee weg met slechte redenen, want daar vraagt toch niemand naar. En dan niet meer. En ja. Je hebt dus inderdaad een soort van, ja, die in principle acceptance betekent dus dat je het wel bond moet maken, willen ze het niet publiceren. Dus je hebt eigenlijk twee artikelen voor de prijs van één, zeg maar. Behalve niet letterlijk voor de prijs van één als je ze allebei open access publiceert. Want dan moet je twee keer de EPC betalen waarschijnlijk, dat weet ik daar niet helemaal zeker hoor. Maar, dus je hebt twee publicaties, dus dat is een soort van voordeel. Even kijken, ik kan je niet volgen. Hoezo heb ik twee publicaties? Het gaat om één artikel. Ja, je hebt Je splitst het gewoon. De registered report is een artikel. En de rapportering van de data, van de resultaten en discussie, ook een artikel. Dat report in te zien is, dat is openbaar. Dus ja, dat moet dan wel eigenlijk. Okay. Ja. Maar ja, uiteindelijk wil je het tot één artikel samenvoegen. Ja. Nou ja, je hebt je resultaten op, die wil je aan je inleiding en je methode plakken, toch? Ja, weet je, dat artikelformaat dat wij gebruiken, is niet, daar zijn we niet toegekomen omdat het het beste formaat is. Hè? Dat is meer of meer gewoon random zo gegroeid organisch. Dus er is op zich geen reden waarom je de methode in hetzelfde pdfje wil hebben als de resultaten. Als de conventie zou zijn om dat andersom te doen. Dus volgens mij bij Registered Reports, het kan zijn dat ze ook aan elkaar worden geplakt in het systeem van het journal. Maar het registered report wordt wel al gepubliceerd. En ik kan me niet voorstellen dat ze daar dan dat artikel wordt uitgebreid, zeg maar. Omdat uitgevers best een sterk beleid hebben over de version of record. Dus op een gegeven moment, als het is geaccepteerd en geproofd, dan kan het gewoon niet meer worden aangepast. Dus daarom gebruik je daar errata voor en zo. Maar die resultaten en discussie zonder de inleiding en de methode... dan als je het tweede artikel publiceert, dan wil je daar wel de inleiding en methode bij hebben. Dus dan is het of niet? Ik denk dat er dan standaard een link bij staat van, zie je hier voor de inleiding en de methode. Nou ja, het klinkt een beetje zoals die goocheltruc met die dame die doormidden gezaagd wordt of zo. Ik weet niet. Nou ja, oké. Omdat je twee artikelen hebt in plaats van één, bedoel je?
Ja, maar 2,5 artikelen voelt het. Ja, maar weet je, een artikel is sowieso... Ik heb kort even overleg gehad met Bart Vrijns, wat een nieuwe hoogleraar is. Die een nieuwe hoogleraar is bij Finance bij ons. En die vertelde dat in Finance artikelen gewoon iets van 80 pagina's zijn. Weet je, ik heb ook wel artikelen geschreven van, weet ik veel, 3000 woorden en van 10.000 woorden en zo. Dus, en sommige artikelen beschrijven een longitudinale studie van 10 jaar. En sommige beschrijven, hebben niet eens data. Sommige mensen schrijven gewoon van die artikelen alleen maar over nieuwe methoden om effect size uit te rekenen. Of dat soort belachelijke dingen. Dus een artikel is sowieso niet een bepaalde kritieke massa aan werk of zo. Dus dan is dat opsplitsen, ja. Oké. Ja, dus ja, ik focus dan vooral in eerste instantie op het registered report en die andere dingen die de pre-registratie en de registratie kunnen ook handig zijn, maar die moet ik nog gaan bestuderen. Dus ja, dat waren mijn vragen volgens mij. Ja, nou ja, nog eentje. Kun je ook een registered report schrijven over exploratieve studie? Ja, daar is zelfs een paar weken geleden een artikel. Hebben ze speciaal hebben ze geschreven specifiek waarop ingaan van hoe je dat dan doet. Kijk, wat ik een beetje aangaf, hè, in principe is het gewoon een hulpmiddel ook bij planning. Hè? Ja. En voor jezelf kan het ook handig zijn, vooral als je op meerdere mijlpaalmomenten een registratie toevoegt. En je hebt een keer de tijd om terug te kijken. Om te kijken naar hoe het proces eigenlijk verandert. Hoe je anders in dingen staat. Dus bij een exploratieve studie kun je gewoon zeggen, weet je, je hebt nog steeds bij kwantitatief onderzoek, heb je nog steeds beslissingen genomen over wat je wel en niet gaat meten. En ja, zelfs bij exploratief onderzoek heb je waarschijnlijk al ideeën over waar je naar gaat kijken. Want je gaat waarschijnlijk, ja, maar geen hypotheses. Nee. En dat raakt meer aan de discussie over false detection rate control en zo, waar pre-registratie voor nodig zou zijn. En wat mij betreft, ja, is het al zinvol ook zonder. Weet je wel, bij kwalitatief onderzoek is het ook super nuttig volgens mij. Ja, oké, dat waren mijn vragen. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Heeft iemand anders nog vragen? Heeft iemand anders nog antwoorden? Nee? Klachten? Suggesties? Ah, Stefan. Steek zelfs je hand op, wat goed. Duidelijk niet jouw eerste online overleg. Nee, ik ging per ongeluk dat handje. Sorry. Geen vragen. Oké. Nou, dan... Ik heb nog wel een vraag. Meer een praktische, want als ik dat ze willen doen, hè, die pre-registratie. Hoe gaat het dan en waar moet ik dat doen? En... Ja, wat ik tot nu toe heb gedaan, dat was dan voor empirisch onderzoek steeds, is dat ik gewoon naar OSF ga. Dus wat ik aangaf, hè, mijn workflow, is als ik een project bedenk, dan maak ik een Git repository en dat sync ik met OSF. Dus als ik onderzoek ga doen, heb ik meestal vanaf het begin een OSF repository voor dat onderzoek. En daar kun je op registrations klikken. Ik kan het wel even laten zien. Misschien is dat wel handig. Dan hebben mensen er een beetje een beeld bij. Letterlijk. Share content. Screen 2. Dit is een voorbeeld van een grappig projectje, vind ik wel, met een pre-registratie. Dus dit is zo'n OSF repository. Als je nog geen OSF account hebt, kun je die maken op osf.io. En dan kun je gewoon projecten aanmaken. Mocht je willen synken, dan kun je bij add-on, nu we toch bezig zijn, kun je bepalen waar je mee synchroniseert. Dus dat kan ook met Dropbox of whatever, Dataverse. En bij registrations kun je dan pre-registreren. Dan kun je een nieuwe aanmaken en we hebben hier al eentje ingevoerd.
Als je een nieuwe registratie aanmaakt, dan kies je wat voor formulier je wil hebben. Dus de OSF pre-registration is die die ik straks ga laten zien, ingevuld, die we voor dit project gebruikten. De open-ended registration is dus alleen maar een tekstveld waar je bestandjes aan toe kan voegen. Dus dan kun je, daar kun je alles mee doen. En dit zijn andere pre-registratieformulieren. Ze zijn nu bij OSF, hebben ze de engine hieronder aangepast. Waardoor het makkelijk mogelijk is voor hen om nieuwe registratieformulieren toe te voegen. Dat is een van de redenen, een van de aanleidingen waarom wij dat uitgebreide preregistratieformulier voor systematische reviews zijn gaan maken. Dat betekent dat hier dus ook meer bij gaat komen op een gegeven moment. Dus er zijn ook groepen nu bezig met specifieke registratieformulieren voor kwalitatief onderzoek en voor andere specifieke doelen. Dus dit zal langzaam een beetje uitgebreid worden. Deze zijn allemaal opgesteld door gewoon met de mensen van Center for Open Science te overleggen voor een groot project wat mensen deden. Nou, dan kies je dat ding en dan vul je het in. En ik zal even laten zien hoe het eruit ziet als het ingevuld is. Als je het aan het invullen bent, ziet het er hetzelfde uit, maar dan kun je de velden nog aanpassen. Dus dit was een studie. Het idee was, we hadden een soort van meetinstrument ontwikkeld om, of nou ja, we hadden een paar items uitgekozen om de attitude, normen en de waargenomen gedragscontrole, self-efficacy, ten opzichte van een doelgedrag te meten op een hele korte manier. En om te kijken of dat een beetje werkte, hadden we een paar gedragingen uitgekozen waarvan we dachten dat ze heel hoog of heel laag in attitude zouden zijn. Heel hoog of heel laag in norm en heel hoog of heel laag in self-efficacy. En het idee was dat we dus die 2x2x2 tabel, dat we die gedragingen allemaal zouden uitvragen. Zodat we konden kijken of dat meetinstrument werkte. En toen bleek tot onze schok dat die patronen helemaal niet waren zoals wij hadden voorspeld. Dus wij, dat is dan Rick Krutsen, een collega van me waar ik veel mee samenwerk, en ik. Wij dachten, zijn wij nou gewoon zo dom? Of is dit gewoon super moeilijk te voorspellen? Ook voor mensen die al heel lang gedragsveranderingsdingen doen. Dus wij dachten, we gaan gewoon andere mensen vragen die allemaal gedragsveranderingsdingen doen. En we hopen dat er dan gewoon een hoop variatie in die antwoorden zit. Want als daar veel variatie in zit, dan is het dus zo dat experts niet goed kunnen voorspellen wat de determinante structuur wordt van een ding. Dus, daarom vond ik deze wel grappig. Onze afhankelijke variabele is dus een standaard deviatie. Want we willen gewoon weten of er variatie is. En dan blijkt dus, want je kunt kennelijk kun je voor een standaard deviatie ook uitrekenen hoeveel mensen je nodig hebt. Dat hebben we hier ontdekt. En dan blijkt dus dat je maar super weinig mensen nodig hebt. Je hebt gewoon maar 14 mensen nodig om dat redelijk accuraat te schatten. Dus als je nog een keer een kleine studie wilt doen op een integere manier, moet je gewoon standaard deviaties onderzoeken. Oké, dus het idee is dan gewoon dat je een formulier hebt. Het ziet er hier dus niet uit als een formulier, maar al deze lettertjes zijn dus eigenlijk velden, zeg maar. Deze hebben we dus niet ingevuld. Nou, en dan heb je een naam voor zo'n veld. En daar staat dan wat uitleg bij in het formulier wat ze precies bedoelen. En dan geef je gewoon aan wat je gaat doen. Dus dit is de beschrijving van de studie. Dat is helemaal vrije tekst, zeg maar. Hypotheses. Designplan, blinding, bla bla bla. En je legt dus van tevoren vast hoeveel deelnemers je wil hebben en wanneer je gaat stoppen. Ja, dan hoe je gaat analyseren, hoe je met missen data omgaat, et cetera. En dat zijn allemaal dingen die natuurlijk heel handig zijn om van tevoren te bedenken, omdat het vaak moeilijker is om achteraf te bedenken, omdat je dan in je data allerlei mogelijke overwegingen ziet waar je rekening mee zou kunnen houden. Wat natuurlijk uiteindelijk, als je daar rekening mee houdt, questionable research practices zijn. Niet altijd, want dat kunnen gewoon goede redenen zijn, maar je kunt het tenminste niet meer onbewust doen, als je het van tevoren vastlegt. Dus als je dat wil doen, dan doe je eigenlijk gewoon dit en dan registreer je dat ding. OSF gaat dan je project archiveren met dit formulier. Dus als wij files hadden, ik weet niet of we hier files hadden. Ah, kijk eens aan. Dus hij heeft GitLab ook gearchiveerd. En dan bewaart hij die bestanden op dat moment. Die kan je dan dus niet meer veranderen. Je kunt volgens mij alleen nog registraties verwijderen. En ik weet niet eens helemaal zeker of je dat zelf kunt of dat je hem dan moet mailen om dat te doen. Dus het idee is echt dat je hiermee een soort van beschermde documentatie van je processor. Mm-hmm. En je kunt dus ook voor andere dingen gebruiken. Als je bijvoorbeeld een project hebt en je wil zeker weten dat het project op die toestand toegankelijk zal blijven voor de rest van de wereld, dan kun je hem ook registreren. Dan gebruik je gewoon het open-ended formulier. Even kijken, dan kan ik ook wel even laten zien hoe het eruit ziet.
Dat is deze. Dus dit is een open-ended registratie. Dat is gewoon één formulier. Nou, hier heb ik dan uitgelegd dat ik het gewoon wil bevriezen, zodat iedereen het terug kan vinden. En bij de files staat dat de inhoud van het GitLab repository op dat moment. En dan kan ik gewoon verder werken aan dat GitLab repository. En dat synct dan met OSF. Dus in het OSF project zijn er altijd de up-to-date bestanden beschikbaar. Maar in die registratie zijn de bestanden uit het verleden, zeg maar, beschikbaar. Ja, dankjewel. Graag. Zijn er nog andere vragen? Kun je het formulier ook uploaden of kun je alleen daar ter plekke invullen? Je kunt het alleen ter plekke invullen. Ze willen wel een soort van importfunctionaliteit gaan bouwen, maar dat hebben ze nog niet. Maar neem bijvoorbeeld die systematische review registratieformulier. Dat formulier zit er nog steeds niet in OSF. Dus daarmee gaan we waarschijnlijk doen wat je natuurlijk altijd kunt doen. Dat je gewoon een open-ended registratie doet en het daar uploadt. Ik bedoel, ik vind sowieso, weet je, het idee van zo'n formulier wat je invult. Ik kan niet. Oké, laten we even een formulier openen. Of even. Heb ik niet een soort van onzinproject of zo? Ah, whatever. Ik delete hem daarna wel. Wacht even, die misschien niet. Oké, deze dan. Dus stel dat we hier een registratie aan toe willen voegen en we doen de OSF pre-registratie. Dan krijg je hier dat formulier. Maar dit is natuurlijk eigenlijk helemaal geen handige manier om samen te werken aan dingen. Want ik kan dit nu zien, dan moet ik het helemaal op gaan slaan. Iemand anders kan er geen commentaar bij zetten. En mijn collaborators die kunnen hier dan ook wel in werken als ze de goede rechten hebben. Maar je kunt niet tegelijkertijd er makkelijk in werken. En meestal, juist omdat het je planning is, wil je natuurlijk praten over dingen. Dus als ik hier allemaal dingen heb ingetypt over dat startdesign, wil je daar waarschijnlijk over overleggen. Dus ik denk dat best wel vaak het praktischer is om gewoon een Word-bestand te hebben, of een Google Docs-bestand of whatever, waar je dat allemaal in maakt, waar je dan dezelfde vragen bijvoorbeeld inzet, en die je dan uploadt als een open-ended registratie. Dus het is, weet je, het is gewoon een hulpmiddel, zeg maar. Het feit dat dit formulier er toevallig in zit, maakt deze velden natuurlijk ook niet heilig. Hè? Ik bedoel, dat registratieformulier wat ik met die andere mensen heb gemaakt. Weet je wel, we zijn wel allemaal mensen die heel veel reviews doen. Maar dat betekent niet dat die 65 items die wij nu hebben bedacht, de beste items ever zijn voor het systematische review. Dus daar kun je ook gewoon dingen aan toevoegen. Weglaten is natuurlijk wat lastiger. Want dan argumenteer je niet waarom je iets niet uitlegt, maar... Oké. Nou, dan bedankt voor jullie aandacht. En nou ja, als iemand nog vragen heeft, dan weet je me te vinden. Oh, dan zet ik nou de opname uit. Als ik kan vastvinden hoe dat moet. Ah ja, verdomd.